Ja. Ik ben er vorig jaar ook geweest. En we zijn aan de Sprinkers geweest en we zijn bij de wedstrijd geweest. Ik vind het heel leuk. Ik vind het ook heel leuk dat ik hier mag zijn. En ik ben hier voor het eerst op het kasteel en ik vind het ook hier super mooi. Ja, heel gezellig. Er zijn genoeg mensen ondanks het weer. Het weer zit helaas niet mee, maar dan mag de pret niet bederven. Er komen gewoon een paar duizend mensen op af. Je ziet een enorme rij van mensen die met jou op de foto willen. Hoe is dat dan voor jou? Ja, tuurlijk. Dus, het is alleen maar mooi. Dat al die mensen met jou op de foto willen en een handtekening willen. En ja, dat is toch wel een beetje speciaal, want het is toch wel iets wat niet heel veel voorkomt bij mensen. Heel leuk. Je ziet allemaal supporters die blij zijn en het leuk vinden om met ons op de foto te gaan en handtekeningen met je van ons krijgen. Dus voor ons is het ook heel leuk om iedereen bij elkaar te hebben. Ben je hier voor het eerst nu? Nee, derde keer. En hoe vind je het hier? Heel leuk. Ja, wat kom je nou hier speciaal doen? De spelers een handtekening vragen en foto's. Want dit uiteindelijk waar je nu staat, dat is voor jou het hoogtepunt? Ja. Wat heb je allemaal nog meer gedaan? Persconferentie en de wedstrijd en nog veel meer dingen. Met welke speler wil je nou het allerliefste nog op de foto? Lars. Ja, leuk. Vooral voor de kinderen. Allemaal blije gezichten. Het is leuk om die kinderen zo blij te zien. En voel je dan nog echt dat die kinderen het heel speciaal vinden om met jou op de foto te gaan en jou even zo dichtbij te hebben? Ja, sommigen vinden het heel spannend, maar vroeger vond ik dat ook geweldig om met voetballers op de foto te gaan. Dus het is alleen maar leuk. Dus we zien jou volgend jaar weer? Ja.